Welkom bij Digitale Duurzaamheid van de Nieuwe Wereld. Een serie waarin we stilstaan bij de leefbaarheid en volhoudbaarheid van ons digitale universum. En dat doen we in samenwerking met consultancybureau InnoP. In deze aflevering willen we ingaan op de agro- en foodsector. Wat betekent de digitale revolutie voor de agrarische voedingsindustrie? Welke problemen kunnen ermee worden opgelost en welke nieuwe mogelijkheden zijn er? Op deze en meer van deze vragen zullen we stilstaan met wederom een tafel van deskundige gasten. Met aan mijn linkerzijde Guus van Heiningen, CEO van de startup Peaks. Exact. Welkom. Ja. En verre familie, hè? Ja. We hebben inmiddels begrepen. Fred van Heiningen. Ja, heel grappig, want tijdens het voorgesprek viel mij ook de gelijkenis op. Dus, en jullie hebben het inmiddels ontdekt. Ja. Prachtig. Fred van Heiningen, CEO van Nature Pride. Klopt. Ja. Goed, welkom heren. Dankjewel. Dank je. Ja, dat was een wonderlijke samenloop, hè, dat we jullie gevonden hebben bij elkaar. En er werd in de app al gezegd, nee, het is geen familie. Ja. Het is vanwege onze naam, hè. Je schrijft het net iets anders, maar... Ja. Heel leuk. Goed. Ja. Laten we toch even kort beginnen. Jij bent CEO bij Peaks, een start-up. Wat doen jullie? Ja, exact. Nou, we helpen bedrijven in de agri-food sector om met AI aan de slag te gaan. Artificial intelligence. Ja. Dus we helpen die bedrijven om, onderdeel ook van de digitalisering, om de data die ze hebben verder in te gaan zetten. Om bepaalde processen te optimaliseren. Ja, is veel vraag naar? Ja, zeker steeds meer juist. Bedrijven vinden het vaak nog wel spannend. Het is vaak ook nieuw voor hen om met AI, Artificial Intelligence, aan de slag te gaan. Ja. Dus er komt ook vaak een strategisch aspect bij kijken. Waar wil je naartoe als bedrijf? Wat heb je voor strategische doelstellingen? En hoe past AI daar precies in? Dus daar spelen we ook een rol in om ze daarbij te helpen. En uiteindelijk ook daadwerkelijk de oplossingen te ontwikkelen voor hen. Ja, heel mooi. Goed, ja Fred. Nature Pride, wat doen jullie? Ja, wij zijn de grootste avocado-importeur en exoten-importeur van Europa. Mm-hmm. We werken enorm nauw samen met telers over de hele wereld, maar wel met name in Latijns-Amerika. En wij exporteren binnen Europa. En we zijn dus de grootste speler, maar naast dat we de avocados importeren, hebben we ook het rijproces geperfectioneerd. Want wat wij graag willen is dat elke consument die een avocado koopt, dat hij een perfect gerijpte avocado kan kopen. Ja, en daar zit zo'n sticker op. Sticker, hè? Precies, en daar zit natuurlijk een hoop technologie en een hoop, als je het hebt over digitalisering, data is eraan verbonden. Ja. Wat heb jij daarvoor gedaan? Ik heb 26 jaar bij Rabobank gewerkt. Laatste jaren verantwoordelijk internationaal voor de Food & Agri strategie en Food & Agri research. En daarvoor heb ik in de tuinbouw zelf gewerkt. Oké, ik begrijp dat jij ook een tuinbouw achtergrond hebt. Ja, zeker weten. Ja, ja. Uiteindelijk is het ook de familie van Heiningen toch ook wel een tuinbouwfamilie. Ja, kennelijk. Dus allebei mijn opa's zijn kweker geweest, mijn vader is kweker geweest. Dus, ja. En uiteindelijk heb ik zelf de keuze gemaakt om meer de studie richting data en kunstmatige intelligentie te gaan doen. Ja. En nu probeer ik die twee werelden bij elkaar te brengen. Ja, mooi. Goed, nou daar gaan wij het uitvoerig over hebben met elkaar. Er zijn natuurlijk heel veel vraagstukken die inmiddels op de landbouw afkomen. Maar misschien even voordat we starten, agro-food, agrarisch voeding. Waar hebben we het precies over? Ja, weet je, het is een hele brede definitie. Ja. Maar ik denk, weet je, als ik kijk naar mijn eigen expertise, die zit echt wel, zeker de laatste 6 jaar, opgebouwd rond die hele exoten-import. En natuurlijk kunnen we breder kijken naar zeg maar vertical farming, want ook daar hebben we mee te maken. Ja, dat is die landbouw, verticaal, in flats. Maar misschien moet je me wat minder vragen over graan en mais en dat soort dingen. Maar het gaat over het hele gebied, hè, waar die digitalisering gaat. Dus, maar je hebt het dan ook echt over... Ook en de distributie tot en met... Ja, van teler tot en met consument. Ja, de totale keten. Ja. Oké, heel goed. Zoals gezegd, er spelen natuurlijk heel veel vraagstukken op dit moment binnen de landbouw. Zullen we eens een inventarisatie maken? Hè? Wat er allemaal op jullie sector afkomt? Ja, goed idee. Ik denk...
Een onderwerp wat nu veel, tenminste wat veel aandacht krijgt, is eigenlijk een stukje voedseltekorten, wat je veel ziet in het buitenland, mm-hmm. Andere continenten. Uiteindelijk produceren we voedsel al heel erg lang. Eigenlijk al op 10.000 jaar zijn we naar landbouwcultuur gegaan. En nog steeds zijn er continenten en landen waar niet genoeg voedsel toereikend is. Ja, en, dan zeg je gewoon het voedsel, wereldvoedselvraagstuk. Ja, exact. Ja, en uiteindelijk wordt er een hoop voedsel verspild. Uiteindelijk, ik begreep dat het 30-40% is momenteel van de voedsel die in de keten, en dat is natuurlijk niet op één plek, maar door de hele keten heen, verspild wordt. En een groot probleem wat daar dus aan verbonden is eigenlijk de allocatie van voedsel. Hoe komt voedsel van de bron tot de mond? Dat is enorm, hè, als je dat tot je door laat dringen. Ja, dus ja, aan de ene kant, we hebben het aantal hongersnoden wel teruggedrongen. Hoewel waarschijnlijk op dit moment, ook door alle crisis waarin we zitten, dat probleem weer steeds reëler wordt. Maar tegelijkertijd zie je dus een enorme verspilling. Ja, exact. Dat is wel, dan heb je toch wel over een heel serieus percentage. Ja, nee, zeker. En het is natuurlijk ook een onderwerp wat, naarmate het meer aandacht krijgt, misschien ook steeds beter aangepakt kan worden. Ja. We hebben natuurlijk ook gezien met bepaalde ziektes die voorheen in bepaalde landen nog aanwezig waren, nadat er meer aandacht op gekomen is, zijn die ook de wereld uit geholpen. Ja. Dus ik denk zelf met de kennis van nu en de mogelijkheden dat we ook die voedseltekorten uit de wereld kunnen helpen. Oké, dat is er één. Dus de enorme verspilling. Exact. Ja, dat is er één. Wat nog meer? Ja, weet je, jij noemde eerder in het gesprek duurzaamheid, maar als je verspilling, 40% van het voedsel komt niet bij de consument, nog steeds. En dat is in Afrika om andere redenen dan in Europa. Dit speelt ook in Europa. Ja. In Afrika is het toch het verkeerd behandelen van van de voeding. In Europa is het veel meer dat er ergens een krasje of weet ik veel wat op zit. Ja, dus dat is een belangrijk onderwerp. En wat ik specifiek bij ons zie, maar dat kan je ook wel doortrekken naar andere sectoren, is de hele meting van de CO2-uitstoot. Ja. Super belangrijk aan het worden. En daarnaast, wat bij ons ook wel speelt, is het watergebruik van producten. Natuurlijk staat de avocado, daar wordt vaak gesproken over de hoeveelheid water die nodig heeft. Maar kijk naar katoen of chocola of wat dan ook, het is nog vele malen meer. Dus in plaats van alleen te kijken naar het product, moet je gewoon kijken in totaliteit hoe je dat watergebruik kan verminderen. En daar speelt digitalisering echt een belangrijke rol in. Ja, want avocado is natuurlijk ook bij uitstek een sector waarvan men nu zegt, dat is toch eigenlijk niet echt een hele duurzame industrie. Ja, dat zien we ook. En wij zelf hebben een team. En dat komt ook door dat watergebruik, onder andere. Ja, onder andere, maar ook wel. Dus je ziet de consument eigenlijk op twee dingen reageren. Dat is watergebruik en de afstand. Ja. Wij zelf hebben dus een team opgezet om dat veel verder te onderzoeken. Dus wij meten echt onze CO2-uitstoot per kilo product. En wat je eigenlijk ziet is dat alles wat per schip wordt vervoerd, dat is miniem in vergelijking tot het transport van supermarkt naar huis toe. Dus die last mile die vraagt eigenlijk veel meer, omdat je individueel met je auto rijdt, met die boodschappen, vraagt eigenlijk veel meer dan met dat schip. Maar als je met een vliegtuig gaat werken, dan is het echt 10, 15, 20 keer meer over de CO2-uitstoot. Dus het meten en het ook nadenken over hoe je alles per schip kan vervoeren, dat kan eigenlijk dat imago wel verbeteren. Ja, je kan het ook aantonen dan. Ja. Nou ja, we hebben hier natuurlijk ook nog heel de problematiek rond de mesten en de uitstoot. Ja. De vleesindustrie natuurlijk. Ja. Denk ik ook toch een hele prangende kwestie. Je noemde CO2, maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle bedrijfstakken. Water ook trouwens. Water ook. Ja, ja. Gebruik van energie. Ja. Als je het over de glas- en tuinbouw hebt, dan denk ik dat is toch behoorlijk energie-intensief. Ja, zeker. Ja. Dat is ook een topic wat natuurlijk hoog op de agenda staat momenteel ook. Ja, ook gewoon puur op qua prijzen. Ja. Maar daar zie je ook wel weer dat juist ook met extra innovaties die er plaats hebben gevonden de afgelopen jaren, dat eigenlijk juist ook wel per kilo gewas, dat
die footprint qua innovatie ook wel naar beneden heeft kunnen. Ja, nou, laten we het daar zo over hebben. Maar ik denk dat we in ieder geval een paar belangrijke problemen hebben aangestipt. Ja. En ook iets waar jullie op verschillende manieren wat voor kunnen betekenen. Laten we dan toch eerst dat thema bij de kop pakken van die verspilling. Ja, jij wees er al op. Jij zegt ook dat het zien we dus ook binnen Europa. Ja. Zou digitalisering daar iets... En wat kan digitalisering daarvoor betekenen? Ja, ik denk een enorm grote rol. Al is het alleen al beter in beeld te brengen wanneer op welk moment de vraag is naar een bepaald product. Dat is waar we zelf ook actief naar aan het kijken zijn. Hoe kunnen wij bedrijven in de keten helpen om inzichtelijker en daar ook voorspelbare waarde in te geven in wat er precies gevraagd wordt. Moet ik dan zo concreter aan denken dat je eigenlijk mede, bij wijze van spreken, van parameters als het weer en de dag van de week of... Ja. Dat je de schappen meer of minder vult? Ja, het is exact precies dat. Op basis van historische data en zien welke verbanden we daar zien inderdaad met weer, met feestdagen, met seizoensgebondenheid van bepaalde producten. Kunnen we daarin met behulp van de data die daarin aanwezig is stappen in maken om daar die keten daarin efficiënter te maken. En zijn daar ook al de eerste stappen in gezet? Ja, zeker weten. Want je zou zeggen, daar hebben toch supermarkten zo ook enorme baat bij? Ja, ik denk dat supermarkten daar al wat verder in zijn. Dat zijn vaak natuurlijk ook al grotere bedrijven. Maar je ziet nu ook dat midden-klein bedrijf in de sector steeds meer met hun data wil gaan doen. Want er zit er niet alleen natuurlijk vanuit waste zit er hele grote voordeel aan vanuit voedselverspilling, omdat je dat beter onder controle krijgt. Maar ook natuurlijk economische redenen. Voor zo'n bedrijf om dat beter onder controle te krijgen. Ja, ja, ik wil er zo nog op verder. Maar eerst nog even aan jou, Fred. Waar denk jij aan? Ja, weet je, als je het goed vindt, dan neem ik je even mee langs de keten. Het begint bij de teler. De teler die teelt. Het product gaat in de container, komt bij ons aan. En vervolgens hebben wij tooling waarmee we zeg maar de kwaliteit van het fruit ook kunnen zien. Maar voor die teler is die data super belangrijk. Want als hij heeft gepikt terwijl het regende of het vochtig was, kan hij dat direct zien aan de data die bij ons vandaan komt. En ook de hele trip die wordt dus gelogd. Dus die data is voor die teler super belangrijk om te bepalen van nou, wat moet ik nou precies doen om te zorgen dat die avocado heel goed aankomt in Nederland. Hoe lang duurt het per schip? Ja, dat is ongeveer 3 weken. Tweeënhalf tot drie weken. En dat kan zo'n avocado hebben. Ja, dus. Ja want hij wordt wel gekoeld. Dus als de temperatuur teruggebracht wordt naar een graad of 6, 7, dan kan hij dat prima hebben. Maar dan komt het vervolgens bij ons binnen. En het was wel grappig, in het voorgesprek hadden wij het ook over wat werk wat Guus bij ons doet. Want als wij natuurlijk kunnen zorgen dat we die avocado nog gewoon perfect sorteren op rijpstatus die het al heeft. Maar ook zeg maar de slechte producten eruit kunnen halen op voorhand. En dat doe je automatisch allemaal? Ja, dat doen we nog niet als het binnenkomt, maar dat is wel de toekomst. En vervolgens kunnen we het naar rijpcellen brengen, want de temperatuur wordt wat verhoogd om de avocado te rijpen. En we kunnen vervolgens met sensoren meten of die avocado al rijp is. Dan scheelt dat namelijk enorm veel. Dus je selecteert beter, daardoor heb je gewoon later op de rit heb je weinig minder waste. En je hoeft niet meer de cel in, waardoor er ook veel avocados versneden moeten worden om te kijken of ze goed zijn. Maar het wordt daardoor beter hoe het bij de consument aankomt. Dus het selecteren op voorhand, het gebruiken van digitalisering voor die rijpcellen, dat zijn voor ons hele belangrijke dingen. Dan nog een stap is dat wij tegenwoordig gebruiken we een soort spray, dat heet Apeel, waarmee de shelf life wordt vergroot. Wat is dat? Volledig biologisch, dus gebaseerd op vetten uit planten, wordt gesprayed. En daarmee worden eigenlijk de poriën van de vrucht die worden gesloten, waardoor het vocht er niet meer uit kan en zuurstof er niet meer bij kan. En dat zorgt voor een 50% langere... Je maakt er een soort ei van. Eigenlijk. Ja, nou ja, wel. Ja, maar dat is wel waar. Het is een goed vergelijk inderdaad. Dat is natuurlijk ook een harde schil. Ja, dat is bij zo'n avocado doe je eigenlijk hetzelfde. Ja. En voor die consument. Hè, dat gaat rottingsproces tegen. Ja, exact. Dat is precies wat er gebeurt. Ja. Dus dat passen wij toe, waardoor het bij de retailer weer langer houdbaar is. Maar vooral bij die consument. En waar we denk ik wel naartoe gaan is, dat is nog niet zo, maar... De retailer gaat steeds meer data verzamelen
om ook weer terug te kunnen koppelen. En ik denk dat we op de termijn een soort tooling hebben bij een retailer waarbij die exact de kwaliteit van het fruit in het schap ook kan gaan meten. Ja, dus het zijn nieuwe middelen die je dan inzet. Ja. Zie je dat dus eigenlijk overal? Dat overzie jij waarschijnlijk iets beter. Zie je dat op dit moment overal gebeuren? Of is dit nu dit verhaal rond de avocado's alleen een uitzondering? Dat is op zich wel een interessante ontwikkeling sowieso binnen de agrofood-industrie in zijn breedte. Je ziet vaak dat zulke ontwikkelingen vaak eerst bij de grote gewassen gebeuren. Zoals tarwe, mais, de bulkgoederen. Ja. Daarna pakt vaak de groente en fruit het op en als laatste nog een keer de siertilt. Nee, je begint eerst bij de massa. Zo zie je dat het steeds verder doorcijpelt door de industrie heen. Nou gaf jij zo even aan van die supermarkten die zijn al wat verder. Ja. Kijk, ik denk dat het, als we de ontwikkelingen overzien, zie je natuurlijk sowieso dat grote partijen vaak een enorm voordeel hebben waar het gaat om precies dit soort automatiseringsprocessen. En ze kunnen ook data heel makkelijk koppelen aan elkaar. Het kan ook betekenen dat laten we zeggen, die kleine groenteboer, dat die eigenlijk langzaam weggedrukt wordt, omdat die gewoon niet deze automatiseringsslag kan maken. Daar ligt zeker ook een uitdaging. Ook omdat het vaak ook de grotere bedrijven zijn die, want het is ook vaak een investering voor nodig om die digitalisering op orde te krijgen en daar stap in te maken. Dus het is zeker een uitdaging om ervoor te zorgen dat niet dat gat tussen grote en kleine bedrijven groter wordt. Nou is de landbouw natuurlijk sowieso wel gekenmerkt van coöperaties en kleine spelers die samen dingen oppakken. Dus die zullen ook wel een rol daarin. En coöperaties, dan moet ik meteen aan de Rabo denken. Gered. Ja. Want dit lijkt me wel een, laten we zeggen, als je het over die digitale revolutie hebt, dit lijkt me wel een hele belangrijke opdracht. Dat je niet alleen grote spelers overhoudt. Hè? Nou ja, weet je, een paar dingen. Het punt 1 wat bij me opkwam is, bij de World Expo in Milaan hebben we toen een grote sessie georganiseerd, toen ik daar werkte, dus dat is 6 jaar geleden. En met retailers en telers. En daar kwamen eigenlijk 2 dingen uit rond die digitalisering. Het eerste is dat je vertrouwen moet bouwen in de keten om die data te kunnen delen. Ja. En daar kom ik zelf op terug. En het tweede is, het vraagt altijd een verandering van werkwijze. En mensen zijn per definitie niet veranderingsgezind. Je moet mensen verleiden om te willen veranderen. En als je gebruik wil maken van die data, dan moet je wel vaak je proces of je gedrag veranderen. Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat die winkeliers en die groenteboeren, die moeten eigenlijk niet meer alleen hun eigen bedrijfje dienen en dat alleen als focus hebben, maar ook zeggen we gaan gewoon met de groenteboer om de hoek. Ja. Of iets verder, gaan we toch samen dingen opzetten. Ja, of wat jij net zei, dat je, want ik zat te denken toen je de vraag stelde over die kleinere groenteboer. Ja, die kan 2 dingen, moet 2 dingen doen. 1 is toch meer toegevoegde waarde bieden, dus gewoon hogere kwaliteit producten. Ja. En er zijn prachtige voorbeelden in het land te vinden. Het tweede is inderdaad gebruik maken van elkaars kracht. En je ziet natuurlijk dat er bedrijven tussenkomen die gewoon die platformfunctie gaan organiseren, zodat die kleinere bedrijven dit ook kunnen blijven doen. En dan kom je wel vaak bij zo'n coöperatieve gedachte uit. Daar ontstaan ook coöperatieve structuren. Er zijn natuurlijk leveranciers. Nee, er zijn bedrijven die steken de koppen bij elkaar. Die zeggen, joh, laten we dat gaan opzetten. En in de, jij noemde dat geloof ik al, in de landbouw zie je dat er gesproken wordt over de coöperaties zijn daar wel degelijk bezig om de data van de boeren te gaan bewaken. Om te voorkomen dat John Deere of de grote agrispelers die data tot hun eigendom gaan maken. Ja, want kijk, wat Guus zo even zei, van, ja, je moet eigenlijk ook bijvoorbeeld die seizoensinvloeden. Als groenteboer, dan kun je toch niet wedijveren met Albert Heijn. Dat is maar op het moment dat je natuurlijk allemaal samen doet, kan dat. Dan kan dat wel. Ja, zeker weten. Dan kan dat wel. En daar zijn wel ontwikkelingen in nodig inderdaad qua standaarden. En het moet voor zo'n kleine onderneming ook financieel haalbaar zijn om daar... Het moet natuurlijk makkelijk zijn dat je bij wijze van spreken al meteen in de kassa dat die data in zo'n programma gaat lopen. Ja, dat gaat inderdaad met die standaarden, wordt dat toegankelijker. En kan daar bijvoorbeeld applicaties worden ontwikkeld die voor allemaal van toepassing zijn in plaats van dat je
individuele ontwikkelingen. Maar dat gaat eigenlijk om de goede afspraken. Hè? Een soort afsprakenstelsel bijna, wat je met elkaar weer afspreekt. Van, nou, ja. dit delen we. Ja. En daar gaan we dan gezamenlijk dat en dat mee doen. Zo, ja. Ja. Dat is, het is overigens wel interessant waarom je wel, bijvoorbeeld in de fiets of wat dan ook, zie je wel allerlei ketens ontstaan. Dus coöperatieve clubs. Maar in groente en fruit zie je dat nog weinig. Dus het is interessant. Ik heb daar nooit over nagedacht wat de achtergrond daar is, maar daar zie je geen franchise nou merken, of keten. De fietsen. Ja, profile en zo, dat soort. Daar zie je wel dat je blijft onafhankelijk, maar je bent wel deel van een vereniging die voor jou een aantal taken uit handen neemt. En in de groente- en de fruitbranche zie je dat eigenlijk veel minder. Ja, interessant, ja. Ja. Ja, dat lossen we vandaag denk ik niet op. Nee, maar het is bij uitstek wanneer je het over dit vraagstuk hebt, ja. dan wil je eigenlijk wel dat zoiets vorm krijgt. Ja. Want ja, je kan het niet allemaal in je eentje gaan doen. Daar heb je waarschijnlijk ook helemaal geen zin in. Ja. Ja. En daar heb je geen tijd voor. Dus je moet het door samenwerking van de groep tillen. Ja. Ja. Oké, dus ja, dan, dat is eigenlijk één manier. Hè. De vraag was, hoe gaan we die verspilling tegen? Ja. Hè? Dus dat was de... Ja. Zijn daar nog meer aspecten die we daarover kunnen behandelen? Qua uitdagingen binnen de agrovoedsector, ja, ik denk dat... Nee, rond die verspilling, hè. Dus hebben we alles afge... Ja, niet natuurlijk, maar kunnen we nog elementen inbrengen? En dan blijft het even stil, maar dat is ook wel omdat ik denk, over de hele keten zie je wel initiatieven op datagebied, maar de... Kan de consument hier nog horen? Je hoort natuurlijk dat heel veel ook wordt verspild bij de consument, hè? Ja, maar dat, weet je, als je ik weet niet precies hoe het bij Albert Heijn heet, maar daar hebben ze natuurlijk ook zo'n naam voor, maar groenten waar er iets mee aan de hand is. En wij zien natuurlijk buitenbeentjes. Ook, dat is het. Ja, buitenbeentjes. Wij zien natuurlijk echt wel dat er ook avocado's verwerkt gaan worden naar avocadoolie of guacamole. Terwijl gewoon, alleen omdat er schilschade is. Maar die avocado is voor de rest prima. Ja. Maar ja, toch, hè, de retail zegt, dat wil ik niet hebben. En de consument die laat hem ook liggen. En dat is eigenlijk dus een mentaliteitsverandering, zeg je dan. Ja, dat is iets minder die digitalisering, maar gewoon dat we op een... het valt mij ook op, hè. Dus ik vind met name de laatste jaren, overigens, hè, dat die groente en fruit, dat er allemaal zo mooi uitziet. Ja. Als ik dat vergelijk met toen ik jong was, ja. Hè, als ik nu ook naar aardbeien kijk, de een ziet er nog mooier uit dan de ander. Moet ik wel zeggen, Nederland is daar, de Nederlandse retail is daar echt goed in, hoor. Als je naar het buitenland, naar de supermarkt gaat, dan zie je al jullie zijn er ook een beetje trots op. Hè? Ja, natuurlijk. Maar de schaduwkant is dat het dus ook betekent dat er dingen misschien meer worden verwijderd en dat we heel erg op die schoonheid raken ingesteld. Ja, weet je, mijn indruk in Nederland is dat behoorlijk goed loopt. En er zijn retailers, er is er eentje die wint met regelmaat een prijs ook. Die houden gewoon hun voorraad op een niveau dat ze heel weinig hoeven weg te gooien. Dat de doorloopsnelheid hoog ligt. Dus ook dat is een heel belangrijk aspect. Maar dan moet de consument accepteren dat het schap ook een keer leeg is. Ja, dat je het risico... Dus dat je veel nauwer op de... Mean and lean. Just in time delivery. Yeah. Yeah, that. Maar misschien nog één ding, want ik denk ook wel, als je kijkt naar degene verantwoordelijk voor het schap binnen de retail. Yeah. En wij zien ook wel dat zeker in het buitenland dat het echt onwijs belangrijk is dat die mensen veel beter nog worden opgeleid. En wij leveren veel aan Noorwegen. Mm-hmm. En als je daar toch rondloopt in de winkels, dan denk ik, er is echt nog een weg te winnen in het aantrekkelijk maken, maar ook de doorloopsnelheid te vergroten. Te zorgen dat je datgene wat je straks moet weggooien, veel eerder in het schap zet, zodat het meegenomen wordt. Ja. Opnieuw, Albert Heijn is daar natuurlijk goed in met die prijspakkers. Ja, 30% korting als je het vandaag opeet. Nou ja, ik kijk er altijd naar. Ja. En daar speelt digitalisering natuurlijk ook altijd weer een rol zeker in. Ja. Oké, goed. Nou, laten we die even laten voor wat het is. En overgaan naar dat volgende thema.
En dus we hadden het over de ontwikkelingen rond CO2, de uitstoot. Jij vertelde er al iets over. Zijn jullie daar ook op actief op dit moment? Nou ja, ik denk dat, en ook daar speelt digitalisering en data weer een belangrijke rol, is dat bedrijven ook steeds meer proberen, en daar ook wel een efficiëntieslag in proberen te maken, om meer richting een stuk precisielandbouw te gaan. Precisielandbouw? Ja, exact. En wat houdt dat in? Precisielandbouw is eigenlijk op individueel planniveau, tenminste op zo gedetailleerd mogelijk niveau, proberen te bestrijden, te bemesten, de resources te gebruiken, de bronnen te gebruiken die je tot je hebt en die zo nauwkeurig mogelijk in te zetten. Nou had ik hier een tijd geleden een gesprek met Barbara Baarsma. Die zei, ja, we hebben wel door die enorme nadruk op productie en efficiëntie ook een hele ontwikkeling gezien waarin eigenlijk, ze gaf het voorbeeld van de broccoli. Waarin we zien dat eigenlijk allerlei planten, groenten, fruit, ook gewoon, je zou kunnen zeggen, kwalitatief, qua voedingswaarde, gewoon verschraalt. Dus dat betekent dus, wanneer je het over die precisielandbouw hebt, dat het niet alleen maar gaat om zo snel mogelijk. Ik denk dat er heel veel verschillende ontwikkelingen zijn, want er zijn ook. Want dit herken je ook, toch? Maar er zijn altijd veelaars bezig om te kijken weer, hoe kunnen we die. Er zijn altijd verschillende balans die gemaakt moet worden tussen bepaalde kenmerken van een gewas. Qua consistentheid, qua groei, qua robuustheid. Je kan bijvoorbeeld natuurlijk een broccoli maken die minder snel vatbaar is voor ziektes, waardoor je weer minder verspilling hebt. Maar misschien daardoor wel ergens anders een nadeel heeft. En zo is er altijd wel ontwikkeling naar volgende stappen om dat weer verder te verbeteren. Ja, precisielandbouw versus de ecologische duurzaamheid. Of bijten die elkaar of kunnen die elkaar juist versterken? Hoe zit dat in de avocado? Is de avocado nog net zo voedingsrijk als 20 jaar geleden? Ja, dat is die. Dat heeft overigens ook te maken met het feit dat daar relatief weinig rasontwikkeling plaatsvindt. Okay. Hè? Dus dat zit heel dicht bij de oer-avocado. Oké. Okay. Terug naar. Daarom heeft hij misschien zoveel water nodig. Geldt ook voor andere producten. Het is een mooi product om over te praten. En overigens zie je daar wel dat je juist vanwege die beweging zie je ook dat de productie aan het veranderen is. Wij zitten tegenwoordig, komt er veel meer product uit Colombia. En ook bepaalde gebieden uit Kenia, omdat daar gewoon ruim voldoende water valt. Okay. Chili is op bepaalde plekken echt droog. Ja, en je ziet toch wel. Ook vanuit Chili en Peru zie je wel verschuiving richting Colombia. Ja, nee, kijk, natuurlijk, laat ik beginnen met zeggen dat alles wat je doet, heeft impact op de aarde. Ja. En ik heb wel eens heel cru gezegd, zijn we bereid om een paar miljard mensen te laten sterven, omdat we niet genoeg voedsel kunnen produceren. Maar het klinkt hard, maar daar zit, dat is wel de kern, want natuurlijk zou ik ook het liefst alles biologisch doen. Mm-hmm. Het is mooi, want je maakt maximaal gebruik van de aarde. Maar dan hebben we echt een issue om al die mensen te voeden. Dus je zult toe moeten naar een vorm van intensivering. En dat moet je doen op een manier die zo min mogelijk impact heeft op de aarde. En ja, goed, wij komen allebei uit het glastuinbouwgebied. Ja, nou weet je, als we het gas kunnen vervangen door aardwarmte, dan heb je echt een ontzettend duurzame sector. Want je produceert veel op een kleine oppervlakte. En er wordt weinig onttrokken aan die aarde zelf. En daar zul je wel veel meer naartoe moeten. Ik kom nog even terug op waar jij eerder over sprak. Dus de voedingswaarde van die producten. Ja. Je ziet natuurlijk nu een trend dat mensen die laten hun DNA testen. En kijken nog even hoe je voor de rest in elkaar zit. En je krijgt veel meer customized voeding op termijn voor wie jij bent. Dus in Californië zie je dat al, dat er bij wijze van spreken bepaalde soorten broccoli voor de ene persoon goed zijn en voor de andere minder goed. En zo ga je dus echt naar een heel persoonlijk. Dus dat is eigenlijk ook een soort digitalisering in de richting van consument versus product. Ja. Ja. En dan, welke moet ik wel, welke niet? In combinatie met wat er uit je telefoon komt, je DNA, hoe je reageert op bepaalde stoffen. Bij mij, ik weet nou waardoor het komt. Ik drink veel koffie, maar ik breek het dus buitengewoon snel af. Ja, dus ik heb dan weer de volgende shot nodig, maar dat haal je uit je DNA.
Ja. Dat is interessant. Dus je krijgt jouw voedingspatroon op termijn gaat meer gepersonaliseerd worden dan het nu is. Ja, ja, en ja. Ja, er zijn natuurlijk partijen die daar een beetje op inspelen. Zo'n HelloFresh die doet het nu voor het gezin. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat er straks voor mij net iets anders komt dan voor mijn vrouw. Ja. En ja, dat is een interessante kant, ja. En daar kan je dus op veredelen, hè, wat jij ook zegt. Ja. Als je, wij spreken, meer gevoelig bent voor ontwikkeling van kankercellen. Nou, dan heb je tomaten met een hogere gehalte van lycopene als voorbeeld. Ja, 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 ja. Dus of dat je op die manier eigenlijk de data vanuit DNA samenbrengt, ja, met voeding. Ja. Ja, er zit natuurlijk nog een heel grijs gebied tussen. Maar goed, ik ga wel de beweging. Ja, wel de beweging, ja. Ja, want het is ook altijd weer... Wat is de DNA precies, hè? Dus dat... ik had hier een jaar geleden, denk ik, een mooi gesprek met Jos de Mul. Ook over eigenlijk een ander begrip van de DNA. Wat die DNA meer als een soort bibliotheek zag. En de vraag is, wat wordt er aangezet? En daar spelen ook... Ja. In toenemende mate ook psychische factoren een rol. Ja. Dus, maar goed, dat is, dat is weer een nieuw onderdeel. Ja. Maar je ziet wel hoe die techniek eigenlijk overal dan daar binnenkomt. En daarmee dus kunstmatige intelligentie, ook mogelijkheid van misbruik. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, er zijn ook daar zitten natuurlijk gevaren. Uiteindelijk is die data, wordt ergens verwerkt, wordt ergens opgeslagen. Vooral als dat ook persoonlijke data is, is dat natuurlijk iets waar je je zorgen over moet maken, denk ik. Ook daar denk ik dat er nog stappen te maken zijn om dat te gaan misschien reguleren. Of dat dan vanuit overheid of vanuit de sector zelf gedaan wordt. Maar er moeten natuurlijk wel bepaalde standaarden komen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens, maar ook gegevens van een kweker zelf niet in verkeerde handen komen. Ja, herken je die problematiek? Of, Ja, weet je, bij ons is het meer als bedrijf zien we dat gewoon de interesse van bijvoorbeeld China, dat neemt absoluut toe. Ja? Dus die wel pas iemand die vanuit een BI-omgeving wel graag bij ons wilde werken, waarbij we dachten, ja wacht, dit is niet oké. En je ziet gewoon dat je je cyberomgeving echt wel enorm moet beveiligen, want ja, men heeft graag die data uit die systemen om zelf het vak ook te leren. En zeker, weet je, als je data gaat gebruiken voor het rijpen in die rijpcellen, data gaat gebruiken voor een betere sorteertechniek. Ja, het is natuurlijk fantastisch als je dat bij wijze van spreken leeg kunt halen en in je eigen apparatuur kan laden en op ons niveau kan opereren. Ja, 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 dus dat is ook wel interessant. Dus je zegt eigenlijk heb je met zo'n infrastructuur, ook als bedrijf, eventueel zelfs als sector of als corporatie, heb je ook beschik je over bepaalde kennis die je niet per definitie zomaar moet gaan delen met iedereen. Ja, dat klopt. Wel binnen je keten, dus daar ben je in het sluiten. Het is natuurlijk een thema wat de laatste tijd, zeker in de richting van China, steeds meer aandacht krijgt. Ja. Er was onlangs dat onderzoek uitgekomen, Follow the Money heeft dat onder andere gedaan. Dus de mate waarin Nederlandse, of eigenlijk Europese universiteiten, ze hebben het breder opgezet, samenwerken met... gewoon de Chinese defensie, dat je ook denkt van ja, hoe is het toch eigenlijk? Ja. Het is toch eigenlijk niet te filmen? Ja. En eigenlijk is dat ook wel iets wat ergens parallel loopt met ontwikkeling die sowieso steeds meer voorbij komt. Ook een stukje deglobalisatie, waar landen steeds meer kijken hoe kunnen wij zelf onze voedselvoorziening gaan organiseren. Omdat er ook bepaalde risico's aan verbonden zijn. Je zit nu natuurlijk met de graantoelevering vanuit Oekraïne. Waardoor er ook steeds meer behoefte is naar natuurlijk die kennis en dat ook voor eigen gewin gebruikt kan worden om ervoor te zorgen dat je minder afhankelijk wordt van partijen in het buitenland die nu een groot deel van die voedselvoorziening doen. Ja, maar doen jullie dit nou louter uit, want je zou kunnen zeggen als we naar een betere wereld toe moeten, de Rabo, dan laat de Chinezen dat dan ook doen, weet je wel. Maar ja, je zegt van nee, maar er zit er dan toch ook gewoon wel een economisch strategisch belang bij. En van dit bouwen ook op. En dit is een deel van onze bedrijfswaarde. Ja. Nou ja, weet je, tuurlijk, het is ook economisch. We willen ons verdienmodel niet onder druk laten zetten doordat iemand je al je IP pikt.
Maar dat heeft ook te maken, weet je wel, als het wel gebeurt, dan kunnen wij niet meer ontwikkelen. Ja. En er zijn natuurlijk genoeg Nederlandse bedrijven die in China gestart zijn, die dat hebben zien gebeuren. En daar vervolgens weer teruggetrokken zijn vanuit het land. Is dit? Nee, er zijn echt wel hele, flagrante schendingen van het eigendom op IP. Dus op intellectueel eigendom. Dus dat een bedrijf daar start en dat bij wijze van spreken op 100 kilometer verderop een vergelijkbaar bedrijf wordt neergezet omdat de mensen het kopiëren. Meerdere voorbeelden. En als ze het gekopieerd hebben, dan maak je zelf een faam. En misschien nog, ik word enthousiast over het onderwerp. Hè, dus, maar het is goed om te weten. Hè? Jouw vraag over het hebben van data en dat beschermen. In onze branchevereniging Groente en Fruithuis praten wij over het opzetten van een database waarin je de data die noodzakelijk is voor certificering, sociale certificering, CO2-uitstoot certificering, straks watergebruik certificering, dat je die data eigenlijk collectief beschikbaar stelt in een soort datapool of hoe je het wilt noemen. Ja. En dat certificerende instellingen die data eruit kunnen trekken. Ja. Als je dat zou doen, heb je een enorme besparing op administratieve kosten voor alle aangesloten bedrijven. Enige het probleem is natuurlijk de beveiliging van die data, want dat is goud waard wat daar ligt. Ja. En daar merk je dus ook wel dat vertrouwen, elkaar vertrouwen en vertrouwen dat degene die dat gaat inrichten die data ongelooflijk goed beschermt, is cruciaal en anders dan gaat het nooit gebeuren. Ja, dat is wel grappig. Ik moet inderdaad ook denken aan een gesprek dat ik een tijd geleden had met Pieter Koblenz. Waarin hij natuurlijk een pleidooi houdt ook voor een soort Nederlandse digitale infrastructuur. Ja. Nou heeft hij natuurlijk vanuit zijn defensieachtergrond gezond wantrouwen ten aanzien van vijanden en daarmee buitenlandse mogendheden. Maar dat... Dat hing hier wel mee samen. Hij zegt, de nieuwe economie zoals die zich ontwikkelt, daar spelen data zo'n belangrijke rol. Ja. Maar ook eigenlijk systemen die zowel leeggetrokken kunnen worden, maar ook aangevallen kunnen worden. Ja. Dus je moet daar een eigen veiligheidsbeleid omheen ontwikkelen. Liefst vanuit Nederland. Want als je de Amerikanen voor in gaat schakelen, dan weet je niet wat ermee gaat gebeuren. Klopt, ja. Ik hoor jou eigenlijk hetzelfde zeggen. Dit moet je dus met elkaar eigenlijk coöperatief opzetten. Ja. Nou ben jij zo'n start-up. Ja. Dus daar zou jij wel aan mee willen doen. Ja, zeker weten. Dat is voor ons heel interessant. Maar is dit herkenbaar? Ik bedoel, ik denk ook dat je... In Nederland heb je gewoon een hele sterke agri-food sector. Vooraanstaand in de wereld. Ja. Dus ik denk dat Nederland daar ook gewoon een leidende rol in kan nemen om dat te gaan opzetten. Ik denk dat in de landbouw inderdaad er al initiatieven zijn ontstaan. En als we dat gaan doen, dat we daar heel goed zelf toe in staat zijn om dat... Maar herken je dat thema wat Fred zegt? Dus ook van let dan wel op hoe veilig het is. Want anders dan wordt het misschien gewoon leeggetrokken. Dat zijn ook discussies die ik voer met klanten van ons. Die ook dat natuurlijk als vraag stellen. Wat gebeurt er met die data? Waar wordt het opgeslagen en hoe gaan we daar mee om? Ja, het gekke is als jij het zo zegt, Fred, dan denk ik, ja god, zo erg is dat toch niet? Weet je? Maar dat is dus wel iets. Ja, omdat het uiteindelijk dus het verdienmodel wat die bedrijven hebben, wordt onderuit gehaald. Ja, maar zo belangrijk is het dus eigenlijk al. Eigenlijk de kwaliteit van je organisatie, mede daardoor wordt bepaald. De verdienmogelijkheid om die kwaliteit van die organisatie dus verder op een hoger pijl te brengen, die wordt uitgehold. Research and development vraagt gewoon veel geld. Maar dat hebben bijvoorbeeld die partijen in China meegemaakt, dat ze op een gegeven moment... Het verhaal wat ik ken is, daar heeft dat bedrijf natuurlijk, maar ze konden dat ook hebben, maar hebben de boel wel... Hebben er wel ringfence omheen gebouwd en hebben dat wel relatief snel uiteindelijk ontmanteld daar. Maar dat, nou ja, goed. Ja. Ja.
Ja, oké. Okay. Nee, ja. Dat is goed om te weten. Ja. Goed, nou, we hebben het nu over een verschillende thema's gehad. Hè. Dus daar kwam de vraag ook naar de consument, komt ook steeds weer terug. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen gaande. Hè. Dus je hebt ook die stadstuinbouw, die verticale tuinbouw, dat vertical farming of landbouw, hoe je het maar wil noemen. Zeker. Dat lijkt mij ook bij uitstek een praktijk waar technologie een heel belangrijke rol speelt. Jazeker, er zijn vrij technologie-intensieve manier van voedsel verbouwen. Ja. Dus daar zie je ook wederom dat data een grote rol speelt. Met name ook omdat je creëert een omgeving waarin alles te beïnvloeden is. Waar de volledige omgevingsfactoren te vast te zetten zijn. En dat laat dan ook toe om daar heel gericht te kunnen produceren. En uiteindelijk is het natuurlijk wel, moet ik wel meegeven, het is ook een trend. Het is momenteel... ik bedoel, een trend, maar ook in die zin, het is vooral ook populair gemaakt, dus er gaat veel geld naartoe. Maar dit is nog niet volledig bewezen, dus ook nog even de vraag of dat zich wat verder gaat... Ja, maar je ziet wel eens van die futuristische plaatjes. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Stenen en dan de straat daar van. In het voorgesprek noem je al iets over waarom je niet denkt dat dat in ieder geval nu slaagt, hè? De kostprijs, elektriciteit. Ja, exact. Ja, uiteindelijk hebben we hier natuurlijk een prachtige energiebron aan de hemel schijnen. Ja. Die ons voorziet van een hoop energie en planten ook voorziet van een hoop energie. Door dat indoor te gaan doen, verlies je natuurlijk die energiebronnen en moet je dat ergens vandaan zien te halen. Dus er zijn zeker ook uitdagingen aan de andere kant. Maar dan doe je het allemaal met kunstlicht en zo. Is dat... Ja, exact. Ja. Ja. Dus, dan gebeurt dat natuurlijk gewoon in tuinbouw natuurlijk, glas en tuinbouw natuurlijk ook al volop. Toch? Dat belichting wordt gebruikt, ja zeker. Ja. Maar heb ook wel begrepen dat dat zie je hier ook s'nachts. Dat ze de cyclus van dag en nacht eigenlijk met een factor 3 versnellen of zo. En ja. Dan, ja. Maar ze hebben naast het ook nog overdag die zon die daar staat te schijnen. En dat is toch degene die de meeste energie levert. Okay. En nou is dat verticaal telen, geeft ook wel weer nieuwe kansen. Want doordat dat verder ontwikkelt en dat je daar gecontroleerd kan gaan produceren. Kan je wellicht ook dichter bij de consument gaan produceren. Dus kan je dichter tot aan het bord, waardoor die afstand ook weer korter wordt. En het is een beetje de afweging nog inderdaad van wat gaat straks de opbrengst zijn van zulke verticale landbouw. Maar dat is dan ook heel erg dat soort landbouw wat jij zo even karakteriseerde als die... wat was het ook alweer? Die specifiek of die... Hoe noem je dat nou? Precisielandbouw. Precisie, dat is precisielandbouw. Of is het weer wat anders? Nou, het is enigszins met elkaar te maken, maar het is wel wat anders. Precisielandbouw is vooral de landbouw zoals we die nu kennen en daarin meer precies gaan aansturen. Maar wat wel zo is, inderdaad, doordat je alles kan controleren, kan je eigenlijk nog weer preciezer ook weer die productie gaan doen. Maar dan is het niet per se op planniveau. Maar je haalt het wel helemaal uit de organische omgeving, hè? Ja, zeker. Ik word er toch een beetje akelig van, als ik eerlijk ben. Ja, laat lekker al die beestjes eronder en rond kruipen. een tomatenplant groeit oorspronkelijk ook niet in een kas. En dat is eigenlijk normaal zo'n struikje. Ja. We hebben er een hele lange plant van gemaakt om tomaten van te produceren. En daar ga je in die verticale landbouw ook ontwikkelingen in zien. En wat ook een belangrijk punt daar is, denk ik, is dat... nu is er nog heel veel kennis nodig om te kunnen produceren. Mm-hmm. Dat is momenteel ook wel een bottleneck voor veel buitenlandse partijen. Hoe gaan we in het buitenland die productie opzetten als we die kennis hier niet hebben? Mm-hmm. Veel van die kennis komt ook in Nederland. Dus er gaan ook veel mensen worden die kant op gehaald om daar in te voorzien. En met behulp van die verticale landbouw waarin alles gecontroleerd kan worden, kan met behulp van data en wederom die kunstmatige intelligentie, kan er wel gewerkt worden naar bepaalde tiltrecepten of algoritmen die eigenlijk de hele tilt kunnen monitoren. Maar werkt er al zoiets op dit moment? In het begin zijn ze begonnen met de snelle gewassen, dus dat zijn de kruiden, basilicum en dergelijke, en daar werkt dat inderdaad al. Ja, en waar staan die dan bijvoorbeeld? Ja, veel in Amerika, dat is toch wel Amerika, betreft, verticale landbouw. Die doen we alles natuurlijk... Ja, China, Japan. En dan zeker Californië, of niet?
Nee, wel gewoon door het hele land verspreid. Okay. Maar ook dan weer in New York. Ze hebben toch land genoeg daar, zou je zeggen. Ja, daar gaat een hoop geld naartoe. Het is een hot item. Dus, en in Nederland? Ja, het mooie is, het zijn wel vaak weer de Nederlandse bedrijven die dan weer de technologie daarvoor voorzien. Okay. Maar Nederland zelf doen we het nog maar mondjesmaat? Of? Nee, is het dan wel een stuk qua onderzoek ook weer, omdat ze natuurlijk vaak ook technologie leveren. Dat is Wageningen veel dan? Bedrijven. Nou ja, veel bedrijven zelf die dat eigenlijk oppakken, die hun eigen onderzoekafdeling hebben om te gaan kijken hoe kunnen we zo'n een verticale landbouw zo goed mogelijk inrichten. Zodat klanten van ons, dat dan weer buitenlandse partijen zijn, daar zo goed mogelijk mee aan de slag kunnen. En wat is het nou meer dan kassen stapelen? Uiteindelijk doordat je dus ook dat zonlicht niet meer hebt, kan je dus ook het licht gaan sturen. Ja, maar dat doe je toch in die kassen toch ook al? Ja, maar dat is vaak alleen 's nachts. Dus overdag moet je het nog steeds doen met de zon die er is. Je maakt het gewoon helemaal... Exact. Ja. Okay. En daarbij, wat wel ook zo is dat vaak het water ook natuurlijk beter gerecycled kan worden, waarvoorheen water soms in de grond verdwijnt. In de landbouw kan je nu natuurlijk ook water weer opvangen binnen zo'n systeem. Maar wat denk jij ervan, Fred? Ik ondersteun 100% wat Guus al zegt, weet je. Wij hebben een Noorse aandeelhouder die heel actief is in groenten en fruit in Noorwegen ook. Investeren in veel ontwikkelingen. We hebben het er best wel vaak over gehad, maar als je natuurlijk naar het noorden van Noorwegen gaat, enorme afstanden, weinig daglicht en relatief veel energie vanwege waterkracht wat er is. En toch zie je daar dit soort ontwikkelingen niet van de grond komen. En dan denk je, als er één plek is waar je geen gebruik kan maken van de zon, is het daar wel. Want is de helft van het jaar is het donker. Tot nu toe moet er gewoon veel geld bij. En je ziet inderdaad bij die grote steden in China, dat men zegt, joh, ik wil toch een zekere voedselzekerheid hebben. Dus dan heb ik dat in ieder geval. Maar het is, er moeten echt nog flinke doorbraken komen. En ik ben het helemaal met jou eens, vooral die kostprijs van elektriciteit. Die moet drastisch naar beneden. Ja, als je al kijkt duurzamer. Wat er nu gaande is, dan wordt het alleen maar duurder natuurlijk. Precies, daarom dat is een tegengesteld beweging aan wat hiervoor nodig is. Ja. Kijk, het enige voordeel is, dat zei jij net ook wel, het is volledig gecontroleerd. Dus op den duur moeten we in staat zijn om daar kwalitatief betere producten uit te laten komen dan, zeg maar, als je het in de open lucht zou telen. Maar het is echt wel... Maar energie en energieverbruik gaat dan natuurlijk ook een steeds grotere rol spelen. Ja. Is het dat? Ik denk dat je dat ook de afgelopen eeuw hebt gezien in de landbouw. Dus dat het de mate waarin dus er is natuurlijk een hele discussie over kunstmest. Maar ook nu die digitalisering of die dus ook weer nieuwe methoden mogelijk maken. Maar die allemaal wel energieintensief zijn, hè? Ja. Hoe kijken jullie nu naar, laten we zeggen, de huidige ontwikkeling en de energieprijzen, bijvoorbeeld voor de glas- en tuinbouw? Ik bedoel, de teelt van producten, dus de energiebelasting per kilo product, die is echt wel drastisch omlaag gegaan door veel betere isolatie en betere teeltmethodieken. Maar de hoeveelheid is omhoog gegaan. Dus naast dat we door de oorlog en het onafhankelijk worden van het gas uit Rusland, hebben we ook de Green Deal. Europees niveau bepaalt dat we echt zwaar moeten gaan snijden in de CO2-uitstoot. Dat zijn allemaal factoren die maken dat de tuinbouw wil het overleven. Zetten ze hem over, moet naar aardwarmte. Want gas verstoken voor het verwarmen van kassen, dat is gewoon over een tijdje, misschien nu al, maar in ieder geval over een tijdje is dat gewoon voorbij. Dat kan niet meer, de maatschappij staat dat niet toe. Ja. En het is ook kostprijstechnisch. Het is ook mede opgebouwd in de periode natuurlijk dat we in Nederland... Goedkoop gas hadden. Ik herinner me de aansluiting nog hoe blij mijn vader was toen de gele pijp binnenkwam in in de kassen. Ja, inderdaad, fantastisch. Ja. En we hebben natuurlijk jarenlang zijn verslaafd geweest aan relatief goedkoop gas. Ja. Ook vanuit Rusland. Absoluut, ja. En doet nou die digitalisering iets met dat energieverbruik? Ik bedoel, we zien dat het ook een opjagend effect kan hebben, maar ook een beperkend effect? Ik denk wel dat ook weer met behulp van digitalisering dat kwekers ook beter steeds in staat worden om hun kas beter te besturen en daardoor energie-efficiënter worden. Ja, op die manier. Gewoon energie-efficiënter worden. Ja, exact. Want daar zie je ook wel een ontwikkeling in. Nieuwe telen noemen ze dat, waarin eigenlijk ook met behulp van data en gegevens ook betere keuzes gemaakt worden in wanneer
Breng je het op welke temperatuur en hoe ga je om met de energie die je hebt? Dus ja, daar zijn zeker ook ontwikkelingen in. Waar data ook een rol in speelt. Ja, ik had het al even over de veeteelt. Nou, er wordt natuurlijk wel heel lang over gesproken ook om die in Nederland toch te saneren. Of in ieder geval drastisch terug te brengen. Heeft ook te maken met de uitstoot van gassen op allerlei manieren. Zie jij dus op die andere terreinen ook nog, laten we zeggen, een eigen toepassing van AI of... sowieso de digitale technologie, die ons kan helpen om misschien iets minder dramatisch te moeten saneren? Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat natuurlijk met behulp van data en digitalisering dat sowieso beter in kaart gebracht kan worden. Daar zullen dan ook waarschijnlijk wel kansen zijn, maar ik kan niet snel een voorbeeld bedenken hoe dat daarin een rol gaat spelen. Nee. Heb jij daar nog een... Ik sluit daar wel wat gezicht, ja. Inderdaad. Ja. Zijn wij nog dingen vergeten die we moeten bespreken hier? Wanneer we het hebben over de digitale revolutie. Er zijn nog heel veel onderwerpen te bespreken. Nee, maar je zegt van, ik vind deze belangrijk. Nou, weet je, wat ik belangrijk vind is... Ik ben wel een gelover in technologie en het gebruik van technologie. En... ik vind het echt zelf echt superbelangrijk dat we daarop in blijven zetten. Want de andere kant is, dat zei ik natuurlijk ergens halverwege, maar je moet straks 10 miljard mensen voeden in 2050. En hoe wil je dat doen als je moet intensiveren om dat voor elkaar te krijgen? Anders moet je namelijk als aarde een heel ander besluit gaan nemen. Ja, ja. Nou ja, maar je ziet natuurlijk al dat, laten we zeggen, in Azië, maar ook bij ons, de vergrijzing toeslaat. Hè? Ja. Dus de natuur... Het helpt. Hè, reageert ook van, het is wel een beetje... Daarom ben ik uitgenodigd, zeker. Dat is de club van Rome, zijn natuurlijk al. Hè? We hebben eigenlijk te veel mensen. Dus dat zou ook wel eens een conclusie kunnen zijn. Maar anders dan is die intensivering door middel van technologie onvermijdelijk. Ja, jij wil nog wat zeggen. Ja, wat ik daar misschien op wil toevoegen ook, is dat wat waarschijnlijk wel nog een uitdaging gaat zijn of iets waar naar gekeken moet worden, is wel met de komst van digitalisering in onze voedselvoorziening en in de landbouw, dat er misschien ook wel, dat heb ik denk eerder ook al genoemd, een grotere tweesplitsing kan ontstaan tussen de meer welvarende bedrijven, maar ook landen. En de wat armere landen die gewoon niet de financiële mogelijkheden hebben om daar ook in mee te gaan. Ja, kun je het nog eens uitleggen? Mee te gaan. Nou, ik denk uiteindelijk een stukje digitalisering en digitale innovatie is... Dat wij gewoon goedkoper, betere producten leveren. Exact, dus uiteindelijk is dat... Dat zij eigenlijk niet meer kunnen concurreren. Ja, precies. En uiteindelijk is het een hele... veel lagere prijzen. Is een redelijk vrije wereld, vrije markt in deze in de voedselwereld. Avocados komen uit Zuid-Amerika om hier geconsumeerd te worden. En als landen door die financiering en investering in digitalisering efficiënter kunnen gaan produceren, dan hebben zij ook weer een grote, betere concurrentiepositie op die markt. En kunnen ze inderdaad daar weer de partijen... Ja, anderzijds zie je natuurlijk waar goedkope arbeidskrachten zijn, daar worden ook weer... productieeenheden neergezet, desnoods door westerse of Chinese bedrijven. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel de beweging. Ja, maar ik weet niet of die trend ook zo gaande is in de land- en tuinbouw. Ik weet niet. Dit is natuurlijk wel zo dat nou ja, de... Dus is die toch meer bodemvast? Je ziet wel dat steeds meer bedrijven ook kastcomplexen gaan opzetten in Noord-Afrika. Bijvoorbeeld. Maar ik weet ook niet of dat nu een trend die door zal zetten. Hoe kijk jij daarna? Het is heel sterk ook een cultuurding. Als je, wij hebben een kweker in Ivoorkust. Rabobank wil hem helpen. Wij kunnen afzetgaranties geven om daar een cool huis te bouwen op zijn plantage. Ja. Als hij dat doet, heeft hij veel minder uitval van mango's. Ja, dus weer minder verspilling. Ik denk binnen 3 jaar terugverdiend. Hebben we het aanbod gedaan en gezegd, joh, dat kun je doen. En vervolgens, ja, maar ik heb vandaag geen tijd, morgen. En dat is, ik bedoel, hier in Nederland zou iemand gelijk zeggen, weet je wel, ik ga het oppakken. Ja. Dat is, ik heb geld, ik heb afzet geregeld.
En daar is het toch iets makkelijker. En dat is wel aan het veranderen hoor. Ook daar zie je dat er veel meer drive aan het komen is in de jongere generaties. Maar daar gaat misschien nog een generatie overheen. En Nederlandse boeren dan? Die daar aan het... Ja, maar goed, die kopen de land en die zijn succesvol. Hè. Er zitten grote rozenkwekerijen rond Lake Naivasha in Kenia. Die doen het hartstikke goed. Natuurlijk is er werkgelegenheid, maar je zou willen dat er vanuit de bevolking zelf ook dit soort initiatieven nog meer gaan ontstaan. Ja. En het is wel aan het gebeuren, hè? Want het was eerst een trek naar de stad en nu zie je toch wel dat een aantal mensen daar geld verdienen en zeggen, nou weet je wat, ik kan het in de land- en tuinbouw ook verdienen, hè? Dus ik ga het wel heel anders doen als mijn vader. Ja, ja. Dus het begint wel. Oké. Okay. Ja. Goed. Heren, daarmee gaan wij deze aflevering afsluiten. Ik ben heel benieuwd naar de ontwikkelingen en wat jij zei, dus die rol van die consument, hè? Dus die gespecialiseerde afname. Ook een fascinerend idee. Dus dank voor jullie komst en voor een mooi gesprek. Dankjewel. Ja, zeker. Ja. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.